Ruim 5200 deelnemers, jonge en ouderen uit alle provincies, zijn te Leeuwarden bijeengekomen om de traditionele rit langs de Friese elf steden te rijden. Precies om 6:00 morgens gaan de deuren van de Harmonie open en vertrekken de wedstrijdrijders voor deze zware proeven van ijstoerisme, de zevende Elfstedentocht, 200 kilometer lang. In Hindelopen arriveert als eerste Leienaar. In Workum is de situatie weinig veranderd. Na Leienaar komt een groep van 4, waarbij Sietse de Groot. Ondanks de tegenwind blijft het tempo waarmee gereden wordt hoog. De Harlingen arriveert reeds om 11:07 de kopgroep. Een half uur later is Franeker bereikt. In Dokkum komt de groep van 4, bestaande uit Zwierstra, De Groot, De Jong en Van der Bij, met 8 minuten voorsprong aan. Nu resten nog slechts 23,5 kilometer. Dit laatste stuk zal de beslissing brengen. Even voor het einde maakt Sietse de Groot zich van de kopgroep los en komt als eerste aan. Hij heeft de 200 kilometer afgelegd in 8:44 en verbetert daarmee ruim het record van 1933. Als eerste vrouwelijke deelnemster arriveert Antje Schaap, die deze Elfstedentocht in 9:36 heeft volbracht.